Breda Nu. In het Chassé Theater werden testevenementen georganiseerd. Samen met Testen voor Toegang, een initiatief van Stichting Open Nederland, werden er 3 testvoorstellingen gehouden. Bezoekers met een negatieve testuitslag konden genieten van een voorstelling van Wende Snijders, Roe Verveer of Herman van Veen. Vanavond is zo speciaal omdat we sinds hele lange tijd weer open mogen. Ook al is het maar voor 3 dagen, toch zijn we heel erg blij dat we weer bezoekers mogen ontvangen in ons theater. Het is gewoon heel fijn dat je zoveel mensen weer over de vloer hebt. Ja, het is gewoon even wennen om mensen weer in het theater te hebben, maar we zijn heel blij dat ze er allemaal weer zijn. Iedereen heeft er ontzettend veel zin in om weer te beginnen, omdat we gewoon heel lang weinig hebben kunnen doen. Dus iedereen was heel erg blij dat we deze 3 dagen in ieder geval weer er mogen zijn voor al onze bezoekers. We moeten testen natuurlijk. Dus je moet toch eerst die afspraak maken. Zorgen dat je een uitslag hebt en kaartjes bemachtigen. Dus. De maatregelen die de gasten hebben moeten nemen voordat ze vanavond aanwezig mochten zijn, is dat zij via Testen voor Toegang een test hebben moeten laten doen. Dat moet binnen 40 uur voor aanvang van de voorstelling. Op een willekeurig tijdstip wat beschikbaar is. En met dat toegangsbewijs, met dat negatieve testbewijs en met je toegangsbewijs mag je vanavond hier aanwezig zijn. Ja, heel snel. Daar waren we heel erg blij mee. We waren echt eigenlijk binnen 10 minuten uitverkocht. Dus dat geeft ook wel aan dat er gelukkig heel veel bezoekers zijn die ontzettend veel zin weer hebben om naar theater te gaan. Nou, ze heeft in coronatijd een geweldige kaleidoscoop gemaakt voor de Nederlandse televisie. Die was zo mooi. Dat is echt een van de mooiste dingen die ik heb gezien. Dus we hebben hoge verwachtingen van Wende in het theater. Er zijn een aantal periodes afgestemd. En om ook de spreiding en reistijd van mensen te beperken. Dus er zijn 43 theaters die meedoen. Maar de dagen kunnen dus verschillen over volgens mij zijn het 10 dagen of zo waarin het allemaal verdeeld is. Weet ik niet precies hoor. We kregen 3 dagen. We mochten maar 1 voorstelling op 1 locatie programmeren. Dus vandaar dat we alleen de grote zaal vandaag open hebben. Daar kunnen de meeste bezoekers in. En onze programmeur heeft ervoor gekozen om 3 verschillende voorstellingen te programmeren. Vanavond hebben we Wende Snijder. Morgen hebben we Roe Verveer. En zondag hebben we Herman van Veen. Het was even spannend, want je moest wel even testen. Dus dan hoop je wel dat het inderdaad echt negatief is. Maar ja, erg gevarieerd, want we wilden heel graag er voor alle mensen zijn. Dus vandaar dat we ook echt gekozen hebben, wel voor diverse doelgroepen. Ja, het is wel een hele logistieke planning, maar dit was allemaal al georganiseerd. Dus we hebben natuurlijk in het najaar ook al voorstellingen gehad. En die veiligheid, dat staat wel voorop. En daar zorgen we voor dat in goede banen. Breda Nu.